De wat oudere mensen herinneren zich vast nog wel de opmerkingen van hun grootmoeder als ze hun bord niet wilden leeg eten. Tijdens de oorlog hadden wij dat niet zo, hè? Eet uw bord maar leeg. En dan kwamen de verhalen over de oorlog meteen boven. Wel, naar die verhalen zijn de dames van Radio 1, Marianne en Annemie, op zoek. En ze zitten hier bij mij. Dames, van harte welkom. We hebben hier een foto die we gaan tonen van de heer Claude Schoel. En dat is degene die overleed in 2011 als laatste veteraan en actieve getuige van de Wereldoorlog 1. Dus de echte getuigen zijn nu helemaal weg. Ze bestaan niet meer. Is het dan niet veel moeilijker, Marianne, om nu nog verhalen te pakken te krijgen? Absoluut. Dat is inderdaad moeilijk, omdat ook die oorlogen zijn nu al zo lang geleden dat mensen daar minder over babbelen. Bij mij was dat ook als ik klein was. Dat ze een bord leeg eten, wij konden dat niet eens, we hadden eten te weinig. Maar dat is een beetje naar de achtergrond. Ik denk, kinderen van nu, die weten dat niet meer. Nee. Maar als je ernaar gaat vragen, dan komt er ongelooflijk veel boven. Ja. Daar ben ik zelf van geschrokken. Ja. Ze zijn er nog, de verhalen. Ja, gelukkig maar, want jullie maken er samen een reportage over. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om dat samen te gaan doen? Het is volgend jaar 100 jaar geleden, de Eerste Wereldoorlog. Ja, en er was aan mij gevraagd, wil je niet een persoonlijke blik op die oorlog, wil je niks mee, geen radio mee maken? Was je daartoe bereid om dat persoonlijk te doen? Ik had een grootvader, Max, mijn favoriete grootvader. Ja. Ik had er ook maar één, ik heb de ander nooit gekend, dus het moest wel mijn favoriet zijn. Maar die had mij, toen ik een klein kind was, heel veel over die oorlog verteld, de Eerste Wereldoorlog, waar hij, naar eigen zeggen, in de loopgraven grootse gevechten had uitgevochten en veel ellende had doorstaan. Ja. Ik ben aan Marianne aan het vertellen, aan het wikken en wegen eigenlijk, van zou ik dat nu wel doen? Ja, en is het niet lang geleden? Ja. En Marianne zegt maar, ik heb ook een Max, ook een grootvader, overgrootvader. Ja, dus dat kan die geen toeval zijn. Die ook in die oorlog heeft gevochten. Wacht. Ik zeg, maar de mijne is wel een Duitser. De vijand dus, met andere woorden. Ja, wat het meteen interessant maakt voor een reportage natuurlijk. Ja, voor het begin van de reportage. Ja. Want toen dacht ik nog, mijn Max aan het front en haar Max aan het front. Bij wijze van spreken, schieten tegen elkaar. Gevochten. Ja, dat dacht ik. En toen ben ik gaan horen in de familie, zoals je dat doet, want Max is dood al lang. En het eerste wat ik leerde was, Max was veel te jong. Mijn Max was veel te jong. Hij is van 1900, dus hij was 14 in 1914. Hij mocht niet naar het front. Hij had wel hier en daar een slimmerik die erover loog, maar 14 was echt te jong. En hoe komt hij dan aan die verhalen? Je had jongens uit het dorp, misschien zijn broers, daar ben ik zelfs nog niet achter, die wel naar de oorlog gingen en die nooit terugkwamen met verhalen over falen. Wat wij vooral vastgesteld hebben, is dat de mensen met de grote heldenverhalen, dat die meestal niet waar zijn. De mensen die heel veel meegemaakt hebben, die zwijgen daar meestal over. Ja. Omdat dat te traumatisch is natuurlijk. Ja, inderdaad. Want jouw grootvader was een Duitser, een Max. Ja. Jouw grootmoeder, dus inderdaad ook van Duitse afkomst of was zij Vlaamse? Nee, zij is Dus zij heeft dat dan ook meegemaakt? Zij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Zij heeft de eerste, is net na de eerste geboren. Ja. Maar zij heeft dus al die verhalen van mijn overgrootvader meegekregen. En mij ook verteld. Dat is een heel... Die kan goed vertellen met veel expressie en zo. Ja, en heeft als klein kind altijd heel veel daarover verteld. Ja, want dat lijkt mij heel interessant te zijn. Hè. We spreken altijd over de vijand en de goede en de slechte. Ja. Natuurlijk zijn er slachtoffers gevallen aan beide kanten. Hè. Mm-hmm. En wat heb je daarover te horen gekregen? Ik wist daar eigenlijk niks over, behalve dat mijn overgrootvader Max dat overleefd had. Ik ben daar nu terug naartoe gegaan aan mijn grootmoeder met de vraag van, ja, hoe zit dat nu eigenlijk? En dan kwam zij met een album af en daarin stond een hele lijst van allemaal mensen van mijn familie dan, die ik nooit gekend heb, die gestorven zijn in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Negen. Negen van jouw familie? Ja. Negen neven, grootooms. En heb je te horen gekregen wat hun ervaring is geweest over die oorlog? Dat staat beschreven in dat boek. Dat is zo iets dat iemand van de familie ooit eens geschreven heeft. En ik ben dan verder gaan opzoeken van waar zijn ze begraven eventueel, waar hebben ze gevochten. En die hebben allemaal in de Westhoek gezeten. Ja. En bij jouw grootvader en jouw grootouders, hoe is hun ervaring geweest? Wat heb je daarover te pakken Ze hebben de oorlog natuurlijk wel meegemaakt. Ja. En Max woonde in Limburg, waar de Duitsers eerst kwamen en waar ze hevig tekeer zijn gegaan, zegt de overlevering. Ja. En onder andere zijn huis in brand hebben gestoken. Het ouderlijke huis waar Max met zijn broers en zussen en zijn moeder en vader woonde. Hij is op de vlucht moeten slaan. Max heeft daarna altijd een brandtrauma gehad. Had ook heel veel schrik dat zijn eigen huis zou afbranden. Achteraf is er nooit meer overeengekomen. Nee. Maar bij wijze van spreken, met een beetje verbeelding, heeft haar Max het huis van de mijne in brand gestoken. Ja. De mijne verjaagd. Je kunt het op die manier wel heel beeldend voorstellen. Ze zijn beide het symbool van die oorlog. Terwijl ik ook niet wil zeggen dat haar Max
de Kwaai was natuurlijk. Want dat was ook maar een jongen van, hoe oud was hij? 19, 20? Hij was 19, ja. Die ook maar deed wat hij moest doen. Ja. En wat proberen jullie met die reportage teweeg te brengen? Wel, je hebt natuurlijk het verschil, die Eerste Wereldoorlog is helemaal anders. Hè. Je hebt niet dat ideologische van die Tweede Wereldoorlog, van een Hitler die echt kan aangeduid worden als het kwaad. Hè. Die eerste is dat veel onduidelijker, wie is nu schuldig, wie. Je hebt gewoon een oorlog waarbij mensen die op een bepaalde plaats door geboorte verplicht worden, of daar ook in meegaan soms, met veel zin. De heldendaden. De heldendaden, zijn ook allemaal helden doodgestorven. Als je in Duitsland geboren werd, dan ging je in het Duitse leger. Als je in België werd, dan ging je in het Belgische leger. Ja. En wat we willen vertellen is, waar je geboren wordt. En ook, wat we ook willen, is mensen aan de praat krijgen, hun familie, zoals wij hebben gedaan. Heel veel moeten gaan praten met moeder en nonkel en achternonkels om het verhaal in elkaar te puzzelen. En dan nog eens een onvolledig verhaal. Hè. Maar dat hoeft ook geen volledig verhaal te zijn. Het hoeft ook geen ware of correcte geschiedenis te zijn. Maar het is een belevingservaring. Ja, juist praten thuis. Ja. Want er is nog zoveel niet verteld. En het kan alleen maar verteld worden, want het wordt niet opgeschreven. Veel van die mensen konden niet schrijven. En straks is het weg. Als de volgende generatie dood is... Ja, dan is het helemaal weg. En hebben zij tot hun laatste dag dat zij leefden, of de mensen die je nu nog kan spreken, hebben zij daar een last van die oorlog? Ja, toch wel. Hè? Mijn grootvader is dement geworden. En ik weet nog dat hij 's nachts uit zijn raam kroop van zijn slaapkamer, omdat mijn bomma alle deuren sloot, want ze wist dat hij wou ontsnappen. Ja. En bij ons op de deur kwam kloppen en riep, de oorlog is uitgebroken. De oorlog is uitgebroken. Dus dat moet heel diep gezeten hebben. Ja. Zelfs al is hij niet gaan vechten, toch wat er daar gebeurd is even traumatisch voor alle mensen die achterbleven. Ik denk dat voor afstammelingen van Duitsers het nog veel zwaarder moet geweest zijn. Daar zit het taboe dan nog eens. Hè, van degene die verloren is in de oorlog, de overwinnaar schrijft de geschiedenis. Hè, dus zij zijn sowieso per definitie de slechteriken. Dus dat is een taboe dat in Duitsland altijd heel erg leeft. Wat heeft jouw grootmoeder, want zij waren dan in België, wat heeft jouw grootmoeder daarvan ondervonden? Ik denk dat dat niet zo'n fijne tijd was. Die is na de Tweede Wereldoorlog gekomen. Hè. Ja. En Duitsers, dat waren de slechteriken. Dus als zij hier, ze spreekt wel Nederlands, maar met een duidelijk Duits accent. En hoe uitziet dat nu nog bij haar, dat ze daar... Zij pakt daar niet mee uit. Ze vindt dat niet... Ze wil daar liever niet over praten. Nee. Wel binnenkamers met mij en zo, maar voordat ik haar overtuigd had van ik ga daar nu iets mee doen en ik wil jouw antwoord laten, dat heeft lang geduurd voordat ze dat wou doen. Zo zie je maar dat inderdaad een oorlog alleen maar slachtoffers heeft uiteindelijk. Hè? Dat is dat. Wel, En hoe je ook anders gaat kijken naar zo'n oorlog als je je daarin verdiept. Ja. Hoe je eigenlijk vooral begrip begint te hebben voor twee kanten en vooroordelen laat vallen, dat toch ook wel. Want je denkt echt, die Duitsers, in ieder geval, dat waren de slechte. Ja. De Tweede Wereldoorlog heeft er ook geen goed aan gedaan, natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo. Dan is dat misschien inderdaad het mooie wat jullie kunnen teweegbrengen met zo'n reportage, van een andere kijk op die andere kant ook. Ja. Dus jullie zoeken nog verhalen, jullie zoeken nog mensen. Waar moeten ze naartoe om zich aan te melden om hun verhalen... Dat kan op verschillende manieren, maar het makkelijkste is misschien via de website van Radio 1. Radio1.be/Max tegen Max. Voilà. Dan moeten ze daar met z'n allen naartoe gaan om hun glorieuze en minder glorieuze verhalen te kunnen vertellen. En het hoeven geen helden en geen militaire verhalen te zijn. Hè? Ontroerende verhalen kan ook. Hè? Over de liefde. Ja. Overleven in een oorlog. Ja. Overleven in een oorlog. Ga allemaal naar Radio 1 en dan komen de verhalen vanzelf wel naar jullie toe. Veel succes met de reportage. Dank je wel.